Een flinke batterij en 5G ondersteuning voor weinig. Dit is de Xiaomi Redmi Note 10 5G. De Redmi Note 10 5G is in wezen hetzelfde toestel als de Xiaomi Poco M3 Pro. En deze review is dan ook op beide van toepassing. Deze, de Xiaomi variant, die heeft een net wat minder helder scherm volgens de specificaties. En het ontwerp is iets anders. Ja, dat zijn de verschillen. Ik heb de Poco niet in handen gehad, maar het zijn echt dezelfde toestellen. Dus deze review kun je gewoon op beide toepassen. Het ontwerp van de Xiaomi Redmi Note 10 5G is op zich best mooi. De achterkant is van een soort van zijde glans. Hij is er in deze grijze versie, maar ook wat kleurrijkere varianten. De camerabobbel heeft twee kleurtjes. Ik vind het er best leuk uitzien. De Poco variant, de M3 Pro, die is wat opvallender. Hij is wat kleurrijker. Hij heeft bijvoorbeeld een felgele versie. En de camerabobbel zit optisch in een soort van hoekje, zoals ook bij de Samsung Galaxy S21. Het verschil is dat het hier een printje is en bij die S21 is het echt een metalen uitsteeksel. Verder is het een telefoon of zijn het telefoons die vooral op papier misschien er goed uitzien. In de praktijk valt het me iets tegen. Het heeft niet zozeer met het ontwerp zelf te maken, maar wel met hoe het overkomt. Het voelt echt duidelijk als een goedkope telefoon. Hij is helemaal van plastic. Nou is dat niet zo erg, maar de afwerking is hier en daar een beetje rommelig. En als ik het bijvoorbeeld naast een Poco X3 Pro leg, dan is die eigenlijk ongeveer net zo duur, maar komt hij wel een stukje luxer over. Functioneel is het ontwerp verder goed. Hij heeft een audio jack hier op de bovenkant en een infraroodpoort waarmee je hem als afstandsbediening kan gebruiken. Dat is leuk. De vingerafdrukscanner op de zijkant zit in de powerknop verwerkt en werkt goed. En de telefoon ondersteunt natuurlijk twee simkaartjes. De speaker is wel een mono speakertje. Dat is het enige wat niet zo top is. Maar ja, voor dit geld mag je dat ook eigenlijk niet verwachten. Het scherm van de Redmi Note 10 5G is op papier best goed. Het is een 6,5 inch Full HD Plus scherm met een verversingssnelheid van 90 Hz. Het is een LCD scherm. Die hoge verversingssnelheid is natuurlijk fijn. Verder moet ik zeggen dat je voor dit geld wel betere schermen kunt krijgen. Het is een beetje aan de flatse kant en de helderheid die ligt niet zo hoog. Wat als je hem in de zon gebruikt echt wel een beetje een probleem is. De Poco M3 Pro die zou volgens de specificaties een wat helderder scherm hebben. Dus daar is dat probleem wellicht wat minder. Onder de motorkap zit een MediaTek Dimensity 700 chipset. Dat is een van de goedkoopste 5G chips. Maar los van dat hij 5G ondersteunt, zijn de prestaties eigenlijk ook best prima. De telefoon is gewoon snel genoeg. Hij loopt over het algemeen stabiel. Hij heeft 4 of 6 gigabyte werkgeheugen en dat is netjes. En de prestaties zijn gewoon conform verwachting in deze klasse. Vooral Xiaomi heeft ook snellere toestellen in deze klasse. Zoals die eerder genoemde Poco X3 of Poco X3 Pro. Maar deze doet het ook gewoon goed voor een telefoon van rond de 200 euro. Dan de software. Traditioneel een vrij zwak punt van Xiaomi en dat is bij dit toestel niet anders. Hij draait op de MIUI 12 over Android 11. En dat is software die een beetje rommelig overkomt. Wel heel veel functies heeft trouwens, dat is fijn. Ook redelijk wat bloatware heeft, dat is minder fijn. Er zitten ook standaard advertenties in. Hoewel ik die eigenlijk sinds versie 12 van MIUI bijna nooit meer zie. En mocht je ze toch nog tegenkomen, dan kun je ze uitzetten. Functioneel is er wel het een en ander op aan te merken ook. De notificaties die komen bijvoorbeeld niet zo lekker binnen. Bij WhatsApp bijvoorbeeld groepeert Android het standaard netjes. En krijg je één notificatie met al je conversaties in de goede volgorde. Nou, dit toestel doet elke conversatie los, waardoor je een hele grote lijst krijgt. En de volgorde ook niet meer altijd klopt. Ook de dark modus, die er wel in zit, dat is op zich fijn, maar die werkt niet zo lekker met veel applicaties. Lichtpuntje voor de software is het updatebeleid. Xiaomi heeft daar geen officiële uitspraken over, maar Xiaomi staat er wel onbekend dat ze in ieder geval hun MIUI-versie lang updaten, ook in goedkopere toestellen. En dat is gewoon een pluspuntje tegenover veel andere telefoons rond de 200 euro, want daarbij is een goed updatebeleid zeker geen gegeven. Dan de camera's. Het zijn er 3 op de achterkant. Een 48 megapixel hoofdcamera, een 2 megapixel macrocamera en een 2 megapixel dieptesensor. Die laatste twee die kun je vergeten. Die eerste is wel goed. Het is wel een beetje beperkt allemaal. Groothoekcamera's zijn ook redelijk gemeengoed in deze prijsklasse en die had ik er graag bij gezien. Maar goed, als we dat even vergeten, dan heeft hij wel echt goede camera's voor een telefoon van dit geld.
De foto's zijn een klein beetje oververscherpt misschien. Daardoor komt het iets minder natuurlijk over. Maar los daarvan heb ik er eigenlijk heel erg weinig op aan te merken. De kleuren zijn mooi, de foto's hebben veel detail. Ook als het wat minder licht is, dan maak je over het algemeen nog foto's die redelijk scherp en detailrijk zijn. Dus eigenlijk voor een telefoon rond €200 doet hij het gewoon echt heel erg goed met zijn camera. Dat geldt in mindere mate ook voor de selfiecamera. Die maakt 8 megapixel selfies, maar die zien er behoorlijk goed uit. De videocamera kan filmen tot Full HD en dat ziet er niet briljant uit, maar is zeker ook niet verkeerd. In deze Xiaomi Redmi Note 10T en de Poco M3 Pro ligt een 5000 mAh batterij. En dat is gewoon goed. Hij komt makkelijk de dag door, ook met intensief gebruik. Doe je er niet al te gekke dingen mee, dan kom je er over het algemeen 2 dagen mee door. En dat is een uitstekende score. Opladen gaat met 18 watt en ook dat is niet verkeerd voor deze klasse. Dus de batterij scoort gewoon erg goed. De Xiaomi Redmi Note 10 5G en de Xiaomi Poco M3 Pro behoren tot de goedkoopste 5G smartphones. En dat merk je. Het zijn toestellen die op zich helemaal niet verkeerd zijn en prettig in gebruik zijn. Exacte prijs is op het moment van opnemen van deze video nog niet bekend, maar bij Amazon Duitsland kosten ze allebei €200. En ik verwacht dat de Nederlandse prijzen in die richting zullen liggen. Wat krijg je voor dat geld? Nou, voor dat geld krijg je dus een telefoon die prettig in gebruik is, een goede batterij heeft, 5G ondersteuning heeft en een behoorlijk goede camera heeft. Er staat wel tegenover dat die op andere vlakken duidelijk wat goedkoper is dan andere telefoons van ongeveer dit geld zonder 5G ondersteuning. Dan kun je denken aan de Poco X3 NFC of Poco X3 Pro van Xiaomi zelf, maar ook bijvoorbeeld een Motorola Moto G 5G Plus die wel 5G heeft en net zo duur is. Ja, dat zijn telefoons die qua ontwerp een stukje luxer overkomen, die een mooier scherm hebben, die ook een scherm hebben dat wat helderder is, waardoor je het in de zon beter kunt gebruiken. De prestaties van die toestellen zijn wat beter en in het geval van de Motorola is ook de software fijner. Dus als je 5G belangrijk vindt en niet te veel wil betalen, dan zijn dit zeker geen slechte keuzes. Nou, wanneer zou ik jou 5G aanraden? Als je je telefoon minimaal 3 jaar plant te gebruiken. De komende 2 jaar verwacht ik nog niet dat je heel erg veel aan 5G zult hebben. Als je die 5G ondersteuning niet zo belangrijk vindt, dan kun je voor dit geld echt wel betere toestellen kopen. Bijvoorbeeld van Xiaomi zelf. Dus dat is eigenlijk de afweging die je moet maken. Maar wil je dus zo'n 5G telefoon voor weinig, dan is dit zeker geen verkeerde keuze. Ik ben Smartphoneman Dominique. Dit was mijn review van de Xiaomi Redmi Note 10 5G. Die ook van toepassing is op de Xiaomi Poco M3 Pro. Ik ben benieuwd wat jij van de video vond. Laat het even weten in de reacties onder deze video. Vergeet de video niet te liken als je hem leuk vond. En abonneer je op mijn kanaal mocht je dat nog niet gedaan hebben. En dan zie ik jou heel graag een volgende keer.